Skyline TV-journaal van dinsdag 16 september met vandaag onder andere een expositie in Klondike en parachutisten vallen neer op de vlagheide in Eerde. Afgelopen zaterdag vielen de parachutisten in Veghel op het Ham. Maandagmiddag vielen de parachutisten op de vlagheide in Eerde, precies op die plek waar ze 70 jaar geleden ook vielen. Twee Dakota's vlogen door de lucht met ongeveer 30 parachutisten aan boord. Het lokte veel toeschouwers naar Eerde. Veghel staat niet alleen in het teken van operatie Market Garden, maar ook in het teken van de jaarlijkse kermis. Dit jaar iets anders dan de voorgaande jaren, maar de kinderen die konden hun hart ophalen in de diverse attracties. De kermis van Veghel is dit jaar een week naar voren geschoven in verband met de festiviteiten van operatie Market Garden. De gemeente gaat op korte termijn in gesprek met Duursema over het verloop van de kermissen in de komende jaren. In Villa Klondike aan de Hoogstraat in Veghel is door leden van de heemkundekring Veghelen een expositie ingericht. Aan de hand van foto's die voor het grootste gedeelte zijn gemaakt door de inmiddels overleden fotograaf John van Eert, krijgen de bezoekers een chronologisch overzicht van wat zich tijdens de bevrijding van Veghel heeft afgespeeld. De tentoonstelling die gaat vooral over Veghel. We beginnen heel kort met wat er in 1940 is gebeurd in Veghel. Daar hebben we prachtige foto's van Johan van Eert. En gelukkig is Johan blijven fotograferen. En zo hebben we in beeld kunnen brengen wat er daarna, 4 jaar later, op 17 september gebeurde. En dan kunnen we eigenlijk van dag tot dag ongeveer volgen wat er die dagen gebeurd is. Want op 17 september denken de mensen in Veghel dat ze bevrijd zijn, dat de strijd voorbij is. Maar iets later dan gaan de Duitsers terugslaan en dan brandt de strijd eigenlijk hier in Veghel pas goed los. En dan komen we op de periode 22 tot 24 september, want toen is er behoorlijk wat gevochten in Veghel. Toen is er enorm hard gevochten. Vanuit Geermert en Erp kwamen de troepen met oberst Walter aan het hoofd, die kwamen op Veghel aan. De Amerikanen die hadden dat in de gaten en die ontmoetten elkaar ten zuiden van Veghel. En er is toen enorm hard gevochten, er zijn heel veel huizen in brand gevlogen. Vanuit Geemert werd er over de troepen heen naar Veghel geschoten. Er is ook heel veel schade in het centrum van Veghel ontstaan. Nu kennen we in Nederland het dagboek van Anne Frank. In Veghel hebben we ook een dagboek. Ja, en niet alleen één, we hebben er meerdere. Het dagboek wat hier de leidraad is, dat is het dagboek van een pater, pater Jan de Hosson. Dat was een SVD-pater die werkte in het missiehuis in Ude. Maar die is, omdat ze in Ude weg moesten door de Duitsers, is de hele groep naar Veghel gekomen. En hij was leraar Nederlands, hij had een gevoel met taal en daardoor heeft hij een heel prachtig dagboek bijgehouden. Wat we hier gebruiken als leidraad in de tentoonstelling. Maar daarachter hebben we ook een dagboek van Annie van Eert hangen. Dat is pas laat boven water gekomen en ook daarin zitten hele mooie foto's en is heel goed beschreven wat die mensen in die dagen meemaakten. En dan is er ook nog een overzicht van alle militairen die in Veghel gevochten hebben. Inderdaad, we hebben een aantal verzamelaars gevonden, militaria-verzamelaars. En die hebben hier in beeld gebracht welke mensen er allemaal deelgenomen hebben. We beginnen met de Duitsers, daar kunnen we natuurlijk ook niet omheen. Die horen bij de oorlog, die zijn de aanleiding daarvoor. We hebben Amerikanen en we hebben Engelsen. En die zijn allemaal in de verschillende outfit hier neergezet. En er zit een heel verhaal achter en dat kunnen de gidsen vertellen. En wij nemen de kinderen ook hier mee naartoe om uit te leggen wat het allemaal betekent. Wat die onderdelen zijn, wat ze bij zich hadden, waarom dat ze bij zich hadden. En op die manier hopen we een stukje duidelijk te maken van de strijd die er toen geweest is.